Hallo, hier Henk Huppelschoten vanuit Oosterhout, oftewel Kaai en Donk. Waar Hofkapel de Smulnaren met een kaai groot probleem zitten, want sousafonist Appie, minder bekend als Albert Krijnen, heeft het namelijk in zijn non-du. En is niet meer in staat om met carnaval mee te spelen. Verder is er bij Appie ook trombone geconstateerd. Daar kwamen ze toevallig achter, want hij was eigenlijk bij de dokter omdat hij rugklachten na zijn hernia had. Wat op zich al opmerkelijk is, want hij heeft net een operatie aan zijn rug achter de knie. Kortom, Appie is een jongen waar veel spit in zit. Een beetje sousafoon weegt zo'n 25 kilo en daarvan heeft Appie het in zijn non-du gekregen. Vroeger had hij het al wel eens in zijn sodemieter gehad, maar nu heeft hij het echt in zijn non-du en dat is toch wel even een graadje erger. Maar genoeg grappen over de rug van Appie. Hofkapel de Smulnaren kan namelijk niet zonder Appie en andersom. Appie zonder niet kan namelijk Smulnaren de Hofkapel. Maar hier binnen in café De Pub wordt hij zometeen verrast door zijn muziekvrienden. Ja, Appie is weliswaar niet meer in staat om zelf zijn instrument te dragen, maar dat is vanaf nu ook niet meer nodig. Want daar heb ik twee loempe krachten voor ingeschakeld. Appie hoeft vanaf nu dus nog alleen maar te lopen en te blazen. En omdat Appie nogal veel vocht vasthoudt, heeft hij speciale pillen voorgeschreven gekregen. 15 tabletten per dag, dus dat was wel even slikken. Maar dat mag de pretnison niet drukken, want Appie kan nu in ieder geval gewoon meespelen tijdens carnaval. Blaas er maar op, dan ligt er waarschijnlijk een meter sneeuw op de stoep.